Ja, straks meer daarover, maar eerst aan jou, Frank. Want minister Hoekstra die gaat op zoek naar gas in Qatar. Tijdens het WK niet, maar nu wel, zeggen we dan. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra reist af naar Qatar om te praten over gasleveranties uit het oliestaatje. Hij was gisteren al in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar sprak hij onder meer met over veiligheid en energiezekerheid, maar bijvoorbeeld ook over mensenrechten al daar. Beide golfstaten zijn belangrijke leveranciers van gas en olie. Grondstoffen die maar al te hard nodig zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de daarbij behorende sancties tegen Rusland. Alle ballen op Qatar dus, maar daar zijn goede banden met de emir voor nodig. En die zijn nou net tijdens dat WK wat ik net noemde weer op scherp komen te staan door de mensenrechten situatie al daar. Een bezoek onder hoogspanning dus, waar we met veel aandacht naar kijken. Ja, Nijlen, ik denk dat veel mensen thuis denken, hadden we niet gewoon tijdens het WK dat kunnen doen? Dat hadden we kunnen doen, maar toen waren we bezig met spelletjes en dat soort dingen. Wie gaat er wel, wie gaat er niet? Nou, zolang wij niet zelfvoorzienend zijn, moet je dit soort bezoeken, dialogen aangaan. Wat we er ook van vinden. Dus het is alleen maar, nou ja, positief dat hij dit gesprek aangaat. Dat hij toch die kant op is en nu probeert daar. Nou, zolang we dus niet zelfvoorzienend zijn. Als die kerncentrales er al staan en wij zijn in Europa 100% zelfvoorzienend, dan is er niets aan de hand. Maar zolang dat niet zo is, dan hebben landen als Duitsland en wij iets minder mate, hebben wij toch even een uitdaging. En hoe lang duurt het nog voordat we zelfvoorzienend zijn? Nou, best wel lang nog, hè? Want het duurt lang voordat je iets in Nederland voor elkaar krijgt. Zeker iets groter als een kerncentrale natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel helemaal wat Aline zegt. Het is helemaal terecht. Echt zorgen dat je qua energievoorziening op eigen benen kunt staan. Dat is de enige echte structurele oplossing om niet afhankelijk te zijn van landen die er toch hele andere ideeën op nahouden dan wij als het gaat over mensenrechten en dergelijke. Ja, want dat is natuurlijk wel weer het ongemak hier ook. Hè? Dat het weer dan gesprekken zijn met landen en staten en mensen waarvan wij zeggen, ja, wij leven op een andere manier, ja. We staan iets anders in de wereld. De dominee en de koopman. Dat is overeerst de koopman. Ja. We gaan naar de...